Het duurt niet lang meer voordat het Koningsdag is. En dan is de daadwerkelijke Oranjemarkt van het Riestwegkerk ook aanstaande. Daarvoor zijn vrijwilligers nog wel heel erg druk met het inzamelen van de nodige spullen. Hoe druk is het nog? We vragen het aan Gerrit Hup. Nou, je kunt wel zien dat het voorjaar is en alle mensen zijn wel druk bezig met het opruimen van hun schuren en hun zolder. Het is echt, gistermorgen kwamen hier 6 karren om 9 uur gewoon binnen. Het was echt heel druk. En de hele stoep stond dan ook vol. En als je hier rondkijkt en je kunt rondkijken, dan zie je wel dat er ontzettend veel spullen zijn gebracht. Ja. Maar nou zijn er 6 karren gebracht. Is het dan een kwestie van eerst voor jullie uitzoeken waar wat kan staan? Want de ruimte hier is nog maar beperkt, denk ik. Ja, nu die meeste karren, dan sorteren we uit. Zoals de kramen op de rommelmarkt zijn. Een plastic kraam, een kraam met kleding, een kraam met speelgoed, een kraam met puzzels. En dat sorteren we uit en dat slaan we hier allemaal op. Is het nu ook een kwestie van nee zeggen tegen dingen? Nou, dat vinden we wel heel moeilijk. Er komen wel eens spullen binnen, dan denken wij, nou dat kan beter gelijk in de container. Maar we vinden het heel moeilijk om nee te zeggen tegen de mensen. We zouden het wel eens willen zeggen, maar dat is toch gewoon moeilijk. Het zijn allemaal waardevolle spulletjes van mensen. En mensen hechten er wel waarde aan. En ja, dat vinden wij het heel moeilijk om nee te zeggen tegen de mensen. We willen het wel eens zeggen. Dat snap ik, want in het verleden zijn hier ook hele grote dingen naartoe gebracht. Ik vergeet nooit meer dat er gewoon een piano hier stond. Is dat nu weer aan de orde? We hebben op dit moment zelfs 4 piano's staan. En het leuke van dat verhaal is, we hebben zelfs een opkoper aan het eind van de markt. Die koopt onze piano's op. Die worden naar Egypte gebracht, worden daar opnieuw gestemd en in orde gemaakt. En komen weer terug ergens op de wereld. Ik weet niet waar ze blijven dan. Dus we moeten eigenlijk een oproepje doen. Kom maar met zoveel mogelijk piano's aanzetten hier. Het zou heel leuk zijn, Bernadette, maar we hebben genoeg piano's op dit moment en we hebben geen plaats meer. Dat is het leuke. Ja, de goede doelen die hieraan zijn gekoppeld, dat is natuurlijk ook een reden voor mensen om spullen te komen brengen. Ja, de opbrengst van de rommelmarkt gaat voor 2/3 naar goede doelen. En dan is het 1/3 van de goede doelen in Nederland. 1/3 van de goede doelen van het geld van de opbrengst gaat naar projecten over de hele wereld. En 1/3 gaat gewoon hier naar de Driestegkerk voor onderhoud van deze loods en andere dingen, ja.